Voordat u daarmee van start gaat, geef ik het woord aan mevrouw Agema van de PVV. Ja, ik hoor de minister hier al zeggen dat er iets volgens alle partijen moet gebeuren aan de houdbaarheid. Nou, daar heb ik uitgebreid over betoogd, voorzitter. De prognoses als het gaat om de zorgkosten zijn iets heel anders dan de daadwerkelijke uitgaven, maar dat is één ding. Ik wilde de minister vragen of hij misschien onder een steen gelegen heeft de afgelopen anderhalf jaar. Dat hij de minister was in deze gigantische crisis die wij hebben. De situatie waarin we terecht waren gekomen vlak voor de crisis. We hebben gemiddeld de helft minder IC-bedden dan een ander land in Europa. 5 ziekenhuizen waren gesloten, 19 IC's, 16 spoedeisende hulpposten. Bijna 914 IC-verpleegkundigen zijn sinds 2014 de laan uitgestuurd. En die crisis hebben we nog elke dag aan de orde. En daarom wil de minister zelfs weer meer maatregelen gaan nemen komende week als het gaat om de bestrijding van die crisis. Maar hij is nog niet begonnen met de investeringen in die intensive care en noem maar op. En wat gaat de minister nu zeggen? Dat er iets moet gebeuren in de toekomst aan de houdbaarheid. Ik zou zeggen tegen de minister, kruip onder de steen vandaan en kijk eens dat er op dit moment in Ter Apel 1200 mensen per week ons land binnenlopen. Dat die per jaar zo'n 34 miljard kosten. Over 3 jaar tijd zo'n 100 miljard euro, want dat is meer dan de hele zorgbegroting. Zou hij niet eens een goed gesprek moeten voeren met Ankie Broekers-Knol? Dat het klaar is. Dat de zorg betaald moet worden. Dat de salarissen betaald moeten worden. Dat er intensive cares betaald moeten worden. Dat hij ziekenhuizen nodig heeft. De minister. Dat zijn wel erg veel onderwerpen zo even in de inleidende beschieting van mevrouw Agema, voorzitter. Laten we de migratiebegroting en laten we de stappen op migratie inderdaad maar aan een andere commissie en een ander lid van het kabinet ook overlaten. Dan laten wij ons dan richten op de zorg. En daarbij tegen elkaar zeggen dat we inmiddels gelukkig mogen leven in een land waarin we in de gelegenheid zijn om zo'n 100 miljard euro aan zorg uit te geven. Waarin we het ons kunnen veroorloven om 1 op de 7 mensen in de zorg op dit moment, die beschikbaar is op de arbeidsmarkt, 1 op de 7 mensen in de zorg aan de slag te hebben. Iedere dag weer opnieuw om liefdevolle zorg te geven. En ik denk dat iedereen het met me eens is dat als je een land ter wereld zou mogen uitkiezen waar je graag zorg ontvangt op het moment dat je ziek is, dat dat echt Nederland is. En als we dat zo willen houden, dan hebben we heel veel werk te doen. Ik wil daar straks echt graag op ingaan, omdat er heel veel leden zijn geweest van de Kamer die daar hun zorg over hebben uitgesproken, en die deel ik ook. Als we dat willen behouden, namelijk dat de zorg er voor ons is, als we met elkaar heel veel meer zorg nodig hebben, gewoon omdat we ouder worden, wat ook trouwens prachtig is dat we ouder worden, maar dat vergt gewoon heel veel meer zorg inzet en we weten dat die arbeidsmarkt gewoon een grens kent. Je kunt niet 1 op de 4 mensen in de zorg laten werken. Dat heeft u zelf ook uitgesproken, dat ben ik ook met u eens. En als je dat allemaal niet wilt, dan zul je inderdaad naar de toekomst toe stappen moeten zetten. Kan niet anders. Mevrouw Agema. Dank u wel, voorzitter. Ja, we geven geen 100 miljard euro uit de zorg. De jaarrekening 2021, de meest recente jaarrekening over daadwerkelijk uitgegeven geld, zegt 76 miljard euro. En dan kan de minister allerlei dingen erbij gaan verzinnen, zoals kinderopvang en zo. Maar die staan niet op onze begroting die wij hier vandaag bespreken. Ik weet niet waarom ik dat de minister na 4 jaar moet uitleggen, dat daar geen dingen moet meetellen die niet op onze begroting staan. Maar zijn laatste jaaropgave, die over 2021, over wat de zorg daadwerkelijk heeft gekost, dat was 76 miljard euro. Dus even dat puntje, voorzitter. Ja. Ik begrijp niet dat de minister van VWS, die op dit moment ook de coronaminister is, niet opkomt voor de zorg. De zorg is naar de afgrond gebracht in de jaren voor de crisis. Zodanig tot de afgrond gebracht dat wij minder dan de helft IC-bedden hebben van het Europees gemiddelde. We hebben zo weinig capaciteit dat terwijl er nu ongeveer 200 mensen op de IC liggen met corona, deze minister komend weekend beslissingen gaat nemen over extra vrijheidsbeperkende maatregelen. Het gaat zo slecht met onze ziekenhuiszorg dat de volumegroeibeperking komend jaar van 0% nog steeds gewoon geldt. Dat er nog geen geld is gereserveerd voor de inhaalzorg. Maar ook inderdaad dat het staande beleid dat de komende 10 jaar nog eens 50% van de ziekenhuizen weg moet, nog altijd staand beleid is. Dus hoe kan de minister nou zeggen van ja, maar die massa-immigratie dat is een ander terrein en daar wil ik niks mee. We worden overspoeld. En die mensen hebben ook allemaal een huis nodig en gaan ook, worden ook zorgconsument en dingen. En het kost gewoon verschrikkelijk veel geld. In 3 jaar tijd kost het meer dan 1 jaar zorgbegroting. Dus wanneer, zegt de minister, is nu geld nodig voor de zorg? De minister. Nou, weer een hele potpourri van onderwerpen, voorzitter. Ik ga er toch een paar weer even uitlichten. Allereerst,
Mevrouw Aangema. Ik laat me niet degraderen tot een potpourri van onderwerpen. Alles wat ik hier heb gezegd is feitelijk juist. Ja. Nou, dan beginnen we met het eerste onderwerp wat echt feitelijk onjuist is. Dat gaat over de uitgaven van de zorg. De uitgaven van de zorg, voorzitter. Mevrouw Aangema, ik geef u... Nee, ja? Ik laat me niet hier door de minister wegzetten. De jaarrekening 2021 van VWS is feitelijk 76 miljard euro. Al het andere is prognoses en voorspellingen. Nee hoor. Wacht, ik geef de feitelijke uitgaven. De jaarrekening van 2022 die komt pas aankomende mei. Die komt pas aankomende mei. Ik geef nu het woord aan de minister, zodat hij daar weer op kan reageren. De minister. Ja. Laten we gewoon de begroting bespreken zoals die voor ligt. En dat is de begroting 2022. En als je daar de optelsom maakt van de uitgaven aan de zorgverzekeringswet, de uitgaven aan de WLZ, de begrotingsgefinancierde uitgaven, de uitgaven aan de jeugdzorg, ook zorg, staat op de BZK-begroting, de uitgaven aan de WMO, ook zorg, staat op de BZK-begroting. En je telt dat zo allemaal op, dan kom je gewoon aan 100 miljard, waarvan voor volgend jaar 2 miljard coronabestrijding. Dus je zou kunnen zeggen 98 miljard. Dat is de optelsom van de uitgaven die we gaan doen aan zorg volgend jaar. En dat is ook waartoe we ons te verhouden hebben. Dat is één. Twee is, ik ga zo wel in over op de noodzaak om besluiten te nemen die gaan over het in de tang houden van dat virus. Overigens, als we willen dat de zorg het aan blijft kunnen, zullen we die besluiten moeten nemen. En ook daarvoor verantwoordelijkheid moeten dragen, zeg ik in de richting van mevrouw Aangema. Maar die IC-bedden is natuurlijk geen eerlijke vergelijking. We hebben inderdaad, als je de internationale vergelijking maakt, staan we niet helemaal bovenaan, to say the least, als het gaat over onze IC-bedden. Alleen die internationale vergelijkingen laten zich ook weer niet zo makkelijk lezen. Want het gaat wel degelijk namelijk over de topzorg die qua complexiteit wordt georganiseerd. En high care en medium care, wat in andere landen vaak wordt meegerekend als intensive care, zit daar dan niet bij. Dat is één. Twee is, alle westerse landen hebben een probleem met hun zorgcapaciteit. En maken ook met die coronacrisis, met de patiënten die naar de IC moeten, die op een ziekenhuisbed terecht moeten komen. En moeten dus ook ingrijpende keuzes maken om te voorkomen dat hun zorg overbelast wordt. Dat is geen exclusief Nederlands vraagstuk. En dan ten aanzien van de toekomst. Ja, natuurlijk zullen we maatregelen moeten treffen als we willen dat de zorg ook naar de toekomst toe houdbaar is. Ik kom daar zo op in, omdat er zijn heel veel fracties geweest die hebben daar inleidende opmerkingen over gemaakt. Maar geen enkele fractie kan daaromheen, ook de fractie van de PVV niet. Als je wilt dat de zorg toegankelijk blijft naar de toekomst, als je wilt dat die betaalbaar blijft naar de toekomst, als je wilt dat de kwaliteit hoog blijft, dan ontkom je niet aan ingewikkelde keuzes. En het is heel makkelijk om dan over migratie te beginnen, alsof migratie ons probleem zou zijn daar waar het gaat over de betaalbaarheid van de zorg. Integendeel, zou ik willen zeggen. Integendeel. Mevrouw Aangema. Ja, ik had in ieder geval al één vraag van de minister gezien in de beantwoording feitelijke vragen, waarin hij gewoon schrijft dat migranten 12% van de zorgbegroting gebruiken. Maar goed, dat laten we dan even achterwege, voorzitter. Ik ben verbijsterd over de houding van onze minister. Minister... die ook gaat over onze ziekenhuizen, dat de ziekenhuiszorg naar de rand van de afgrond is gebracht, alvorens dat die zorgcrisis begon. En dat hij nu, terwijl hij de verantwoordelijk minister is, terwijl hij op dit moment, terwijl er 200 mensen met corona op de IC liggen, wat 200 te veel is, komend weekend gaat praten over extra maatregelen, niet erkent dat dat dus komt omdat wij te weinig capaciteit hebben, simpelweg te weinig capaciteit. Vergeleken met Duitsland was voor de crisis 50% van de IC-bedden bezet en bij ons was dat al 90%. Wij hebben veel te weinig mankracht, veel te weinig middelen tot de beschikking. En dan zegt de minister van VWS hier, ja, maar ik blijf dat doen. Ja, de volumegroei beperken voor de ziekenhuizen blijft volgend jaar 0%. Ja, er is geen geld voor inhaalzorg. Ja, binnen 10 jaar moet de helft van de ziekenhuizen dicht. Hoe kan de minister van VWS dat hier nou doen? Als hij daadwerkelijk van plan is om het komend weekend maatregelen, nieuwe vrijheid beperkende maatregelen voor over onze bevolking uit te storten, terwijl er op dit moment bij 200 mensen op die zee, ik zeg 200 te veel, maar bij 200 op die zee, dan moet de minister toch erkennen dat er iets ernstigs mis is met de capaciteit. De minister. Allereerst, voorzitter, die kwalificaties, hè, de zorg naar de rand van de afgrond. Ik vind dat
ik kom heel veel, ga ik op werkbezoek in de zorg. En ik spreek heel veel mensen die zorg nodig hebben, zorg krijgen. En als je de mensen in de zorg spreekt en kent en weet met hoeveel toewijding daar wordt gewerkt, hoeveel kwaliteit daar wordt neergezet. Als je weet hoeveel mensen er iedere dag opnieuw mogen rekenen op liefdevolle zorg, dan gaan we toch alsjeblieft in het belangrijkste debat van het jaar niet spreken over de zorg als staande aan de rand van de afgrond. Er is, zou ik durven stellen, als je ziek bent en zorg nodig hebt, echt geen beter land om in te wonen dan Nederland. Dat is één. Twee, als het gaat over de zorgcapaciteit. Natuurlijk zul je maatregelen moeten nemen om een heel ernstig virus onder controle te houden. Omdat anders de zorg overbelast raakt, omdat anders te veel mensen ziek worden. Natuurlijk zul je bereid moeten zijn die maatregelen te nemen. Ik mag aannemen, zeg ik in de richting van mevrouw Agema, voorzitter, dat ook mevrouw Agema alles zal doen om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. Dan de capaciteit. Wat het probleem is met de capaciteit is niet dat die er te weinig is, dat we te veel moeite hebben met het snel opschalen. En dat is geen Nederlands exclusief probleem. Dat is een probleem wat heel veel meer landen hebben. En de oververmoeidheid in de zorg over het opgeschaald zijn, want IC-capaciteit is opgeschaald namelijk, al nu een hele tijd lang, dat is nou juist waarom het zo moeilijk is om opnieuw die enorme toeloop aan patiënten aan te kunnen. De zorg heeft namelijk al anderhalf jaar in crisisstand gestaan, in opgeschaalde stand gestaan. En dat maakt het heel moeilijk om dat inderdaad opnieuw van de mensen in de zorg te verwachten, als je ook wilt dat de reguliere zorg doorgaat. Ik kom straks bij dat dilemma, want dat is een dilemma wat meer fracties hebben aangereikt. Ik kom straks bij dat dilemma, maar laten we daar nou niet over spreken van als er maar een beetje meer IC-bedden waren geweest, Dan hadden we geen maatregelen hoeven treffen. Hè? Want dat is namelijk niet zo. Engeland probeert dat op dit moment uit en daar zie je gewoon een permanente overbelasting van de zorg die tot zeer veel gezondheidsschade leidt omdat heel veel planbare zorg moet worden uitgesteld. Nou, voorzitter, ik denk, we gaan er misschien niet helemaal uitkomen. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het debat over de houdbaarheid van de zorg wel met meer zorgvuldigheid gevoerd moet worden. Mevrouw Agema. Ja, voorzitter, ik verzoek u deze interruptie niet mee te nemen, omdat de minister constant aan het uitdagen is. Ik zie die mensen die op hun laatste benen lopen en daar kom ik voor op. En laat hij niet de suggestie werken dat het anders zit. En als de minister nu hier zelf zegt dat de ziekenhuiszorg al anderhalf jaar in een permanente crisisstaat verkeert, hoe kan hij dan niet willen investeren in de ziekenhuiszorg? Waarom staat de ziekenhuiszorg komend jaar dan op de nul? Waarom is er geen geld gereserveerd voor de inhaalzorg? Waarom moeten de ziekenhuizen dat straks zelf maar weer oplossen? Waarom staat hij nog steeds op het staande beleid dat binnen 10 jaar de ziekenhuizen dicht moeten? Ik heb er niet één concreet antwoord op gehad. Voorzitter, er komen alleen maar dogma's. Er komen alleen maar dooddoeners. Ik wil van de minister weten, als onze zorg, zoals hij zelf zegt, al anderhalf jaar in crisisstand staat, permanent, waarom hij niet investeert. Waarom hij dus doorgaat op de voet van zorgafbraak. Minister. Voorzitter, het is allemaal zo uit de heup. Kijk, het is natuurlijk gewoon onjuist. Het is echt gewoon onjuist dat er niet wordt geïnvesteerd in de ziekenhuiszorg. Alleen al in de opschaling van de IC-bedden en van de COVID-bedden is 500 miljoen extra geïnvesteerd. Alleen daar al in. Geld is echt least of our problems in de aanpak van de coronacrisis. Echt absoluut ons minst belangrijke probleem. Er is heel veel geld uitgetrokken afgelopen jaar voor de coronacrisisbestrijding. 12 miljard, volgend jaar 2 miljard in de begroting. In jaar 2020, toen de crisis begon, is er 5 miljard geïnvesteerd in de coronacrisisbestrijding. Kortom, geld is echt absoluut ons probleem niet. Wat wel ons probleem is natuurlijk, en daar kan niemand omheen, ook mevrouw Agema niet, dat is gewoon de mensen in de zorg. We hebben op dit moment 1,3 miljoen mensen werken in de zorg en dat worden er niet zo snel heel erg veel meer. Sterker nog, daar gaan we het over hebben natuurlijk, het is al heel moeilijk om ze gewoon überhaupt vast te houden. Kortom, voorzitter, als we het hebben over de houdbaarheid van de zorg, moeten we dat echt met meer zorgvuldigheid doen, echt waar. De minister komt nog straks terug op de vragen over de IC-capaciteit, want er zijn ook een aantal zorgen en een aantal opmerkingen over gemaakt, ook door onder andere de heer Heink en mevrouw Agema. En ik wil vragen om het debat zo feitelijk mogelijk ook te voeren, want als er allerlei waardeoordelen, dan roept dat weer een reactie op. Dus laten we echt het debat zo feitelijk mogelijk voeren.